Ik neem aan dat u het rapport kent dat wij vandaag aan de regering hebben uitgebracht. Ik geef de drie belangrijkste conclusies weer. Ten eerste, vast staat aan de hand van authentieke Duitse documenten dat de heer Aantjes op 12 oktober 1944, dat wil zeggen op de leeftijd van ruim 21,5 jaar, gemobiliseerd is in het kader van de Waffen-SS. Ten tweede, hij is nadien beland in het strafkamp voor spitters Port Natal bij Assen. Wij hebben geen enkele reden om aan te nemen dat hij daar, zoals hij zelf heeft beweerd, gevangene is geweest. Ten derde, in alles wat de heer Aantjes tot dusver heeft meegedeeld, heeft hij, voor zover ons bekend, op wezenlijke punten verzwegen wat zich in de bedoelde periode met hem heeft afgespeeld. Als ik nu, dames en heren, op dit onderzoek, op de aanloop tot dit rapport terugkijk, dan zie ik drie kernmomenten. Het eerste kernmoment was de vondst jongstleden woensdag om 16:30... door het hoofd van onze afdeling beheer in een ogenschijnlijk volstrekt onbelangrijke collectie van het instituut van documenten die aantoonde dat de heer Aantjes op 12 oktober 1944 in Duitse militaire dienst is gegaan. Hetgeen dus op zichzelf het vermoeden wekt, maar niet meer dan het vermoeden, dat hij met ingang van die datum het Nederlanderschap heeft verloren. Het tweede kernmoment was de evaluatie vrijdagavond, nadat we, zoals u weet, vanaf donderdag over deze zaak met de drie naast betrokken ministers, de heer Peijs, onze eigen minister, als ik het zo noemen mag, de minister-president en de minister van Justitie, over deze zaak hadden gesproken. De ministers hadden zich van, laat ik zeggen, de kwaliteit van onze getuigen vergewist door zelf te spreken met één hunner, meester H.P.J. Dolk uit Amsterdam. En wij hebben later op die dag zelf, de heer Van der Leeuw en ik, 2 uur lang met de heer Aantjes kunnen spreken, die een exemplaar van mijn eerste rapport, dit dato donderdag 2 november, meekreeg. En de vraag was, wat stond toen op die vrijdagavond voor ons als onderzoekers, dat wil zeggen voor de heer Van der Leeuw en mij, vast? Ik heb dit op de pagina's 8 en volgende van het rapport weergegeven. Ik wil niet samenvatten wat daar staat over zijn houding in de periode mei 40 juli 42 en over zijn werkzaamheid in het jaar wat daarop volgde. Ook niet over de arbeidsinzet in Duitsland en over zijn opvattingen in de Duitse periode. Het kernpunt is de dienstneming bij de Waffen-SS. En daarvan stelden wij op die vrijdagavond vast, hem gehoord hebbend, meester Aantjes is op 12 oktober 1944 in werkelijke dienst geroepen, doordat hij vrijwillig gereageerd heeft op oproepen uitgaande van ambtsgroepen D van het SS-Hauptamt om zich aan te melden voor de militaire dienst in de landstorm Nederland. De mededelingen welke hij dienaangaande in de publicaties die hij tot dusver gegeven heeft gedaan, zijn onjuist. Daarentegen, zo stelden wij, is aannemelijk dat hij na naar Hogeveen vervoerd te zijn, waar het depot lag van de landstorm Nederland, geweigerd heeft als militair te velde te trekken. Vast staat tenslotte dat de heer Aantjes in Nederland aangekomen, hij is daar ongeveer 6 maanden geweest, niet is ondergedoken. Ja, dames en heren, en met medewerking van de collega's van de Dagbladpers en de Weekbladpers zijn we nu in de gelegenheid om even met de heer De Jong nader te praten. Zij zijn bereid geweest even de persconferentie die hij houdt hier te onderbreken om wat nader met de heer De Jong te praten over zaken die nog na dat onderzoek onduidelijk mogen zijn. Meneer De Jong, de eerste vraag. Uw onderzoek heeft maar 2 of 3 dagen in beslag genomen. Iets langer aan, ongeveer 1 week. Waarom zo kort en wat was de aanleiding?
De aanleiding heb ik in mijn rapport duidelijk weergegeven. Een mededeling van iemand in wiens persoon wij vertrouwen stelden. Dat de heer Aantjes gedurende de jaren 40-42 op het gereformeerd gymnasium in Rotterdam lid van de NSB zou zijn geweest. Wat naar ons oordeel hoogstwaarschijnlijk niet juist is. Plus de mededeling dat hij op grond van het feit dat anderen kennis hadden van pro-Duitse uitlatingen en gedragingen van hem in 67 een hem aangeboden ministerschap niet had kunnen accepteren. Hij was dus niet vrij in zijn politieke handelen. We hebben toen na rijp onderling beraad besloten een kort voorlopig onderzoek in te stellen. En daarbij is dan woensdag, zoals ik al heb gezegd, die bezwarende groep Duitse documenten tevoorschijn gekomen waaruit bleek van zijn dienstneming. Ik dacht dat het volstrekt duidelijk was dat dit onderzoek met de grootst mogelijke snelheid en discretie moest worden uitgevoerd. De discretie hing hier van de snelheid af. Ik constateer dan ook, bepaald met enige vreugde, dat voor gisteravond laat niemand iets van dit onderzoek afwist, wat al een week ongeveer aan de gang was, en waarvan dus vele tientallen personen op de hoogte waren. Was het nu zo dat wij na die week hadden moeten concluderen, wij komen er niet uit, er kunnen geen duidelijke of waarschijnlijke conclusies getrokken worden, dan hadden wij dit feit meegedeeld aan de ministers en dan was het daarbij gebleven. Helaas, de zaak lag anders. Wij menen dat wij op grond van de verklaringen die wij in de afgelopen dagen hebben verzameld en op grond van de documenten, authentieke stukken die zijn gevonden, een beeld hebben kunnen schetsen dat in voldoende mate duidelijk is. U hebt ook gesproken met de heer Aantjes. Wat was zijn antwoord, zijn conclusie? In het gesprek met de heer Aantjes, waarvan ik mij niet gerechtigd acht om daar nu enige nadere mededeling over te doen, sprak het vanzelf dat hij het volste recht behield om na afloop daarvan, ter verklaring van zijn gedragingen, ter schetsing daarvan, weer te geven wat hij dienstig achtte voor zijn eigen zaak. Ik kan u dus geen nadere mededelingen daarover doen. Ik moet het laten bij de vermelding van het feit dat de heer Van der Leeuw en ik een gesprek met de heer Aantjes hebben gevoerd, een hoogst ernstig gesprek uiteraard. Een enkele keer misschien iets te emotioneel van mijn kant, maar wat 2 uur geduurd heeft en waarbij natuurlijk een grote hoeveelheid aan feitenmateriaal van zijn kant naar voren is gebracht. Wat wij daarvan juist of waarschijnlijk hebben geacht, daarvan vindt u de weerslag in de evaluatie waartoe wij op vrijdagavond na afloop van dat gesprek zijn overgegaan. Maar als ik nu een paar van die punten mag noemen, want ook in de publicaties vandaag zijn al wat opmerkingen van de heer Aantjes doorgecijpeld. En in vroegere interviews heeft hij ook al uitlatingen gedaan over deze periode. Een van de dingen die hij altijd heeft gezegd is dat hij vrijwillig naar Duitsland is gegaan. Is dat juist? Dat lijkt mij bepaald niet juist. In zoverre dat de Duitsers in de betrokken periode in juli 43 via de Nederlandse ambtelijke kanalen, rechtstreeks via de PTT of via de gewestelijke arbeidsbureaus, tienduizenden mensen opriepen, hele jaarklassen tegelijk in die tijd, ook dus de jaarklassen van 1923, waartoe de heer Aantjes behoorde. Ja, voordat er misverstand ontstaat, ik bedoel met vrijwillig, hij zou zich hebben opgeofferd voor anderen, gehuwden bijvoorbeeld, die voor die arbeidseinsatz zouden worden opgeroepen. Dat lijkt ons niet erg waarschijnlijk. Ik wil het niet onzeker noemen, maar het lijkt ons niet waarschijnlijk. En wel om het eenvoudige feit dat tot de jaarklassen 1923, mensen die dus in 1923 geboren waren, dat waren dus in het jaar 1943 de 19- en 20-jarigen, maar heel weinig mensen behoorden die in die tijd al gehuwd waren. Hij voert ter verdediging aan dat hij zijn stappen heeft ondernomen om, toen hij eenmaal in Duitsland was, te kunnen ontsnappen aan die arbeidseinsatz, als hij maar eenmaal dienst genomen had, onder het mom dus van echt dienst nemen, te willen ontsnappen.
Ja, hij is 6 maanden in bezet Nederland geweest, van medio of eind oktober 44 tot eind april 45, toen dit gebied werd bevrijd. En het harde feit ligt daar dat hij in die tijd niet is ondergedoken, maar, zegt u nu maar, in Duitse dienst is gebleven. En voor het overige moet ik u verwijzen naar de conclusie die wij hebben verbonden aan alles wat de heer Aantjes tot dusver over deze periode in zijn leven heeft verklaard. Ook, daar ben ik van overtuigd, heeft verklaard aan personen uit de kring van zijn politieke vrienden die daarover met hem hebben gesproken. De twee onderzoekers zijn van mening dat de 4 passages die we hebben aangehaald, de verklaring van de heer Aantjes afgelegd aan de politie na de oorlog, volledig, onvolledig, een passage uit een van zijn brieven aan meester Dolk en de verklaringen die hij heeft afgelegd aan een verslaggever van de Haagse Post in mei 1975. De twee onderzoekers zijn van mening dat deze 4 passages, gezien de overige in hun rapport vermelde gegevens, aantonen dat meester Aantjes tot dusverre op wezenlijke punten heeft verzwegen wat zich in werkelijkheid in de bedoelde periode met hem heeft afgespeeld. Dat zou dus betekenen, zegt u, dat ook bijvoorbeeld aan zijn eigen politieke partij, aan mensen in zijn naaste omgeving, deze feiten niet bekend waren. Inderdaad niet. Daar zijn de heer Van der Leeuw en ik van overtuigd. Er was natuurlijk een groepje in Rotterdam die wist dat de jonge politiek anders dacht in die twee eerste bezettingsjaren op het gereformeerd gymnasium. Er waren wat PTT'ers die zijn opvattingen in Duitsland kenden. Je had natuurlijk een aantal foute elementen die hem in Hamburg en in Hogeveen hebben meegemaakt. Er waren een paar honderd mensen in dat strafkamp Port Natal die hem daar hadden leren kennen. Maar er was niemand en er was geen enkele instantie die het geheel van deze feiten overzag. En vooral, er was niemand die op de hoogte was van het feit dat hij als meerderjarige dienst genomen had in het Duitse leger. Ik kan mij geen ogenblik voorstellen dat wie ook op een verantwoordelijke post in de antirevolutionaire partij of in het CDA niet onmiddellijk consequenties zou hebben verbonden als dit feit aan de betrokkenen bekend was geraakt. Er zullen er ongetwijfeld mensen zijn, meneer de Jong, die zeggen, ja kijk, er zijn wel meer mensen in die tijd geweest, wel meer Nederlanders die zaken gedaan hebben die niet helemaal recht zijn geweest. De heer Aantjes heeft zijn verdiensten voor de Nederlandse politiek. Moet je hem deze zaken nou erg kwalijk nemen? In welke orde van grootte ligt datgene wat u hebt gevonden? Ik dacht dat u twee dingen moet onderscheiden. Kijkt u, en ik wil dit met nadruk zeggen. Meester Aantjes heeft zich in verhouding tot anderen in dat strafkamp Port Natal, waar hij dan naar onze opvatting bewaker of administrateur is geweest, dat laten we in het midden. Die functie staat niet helemaal duidelijk ons voor ogen. Heeft zich fatsoenlijk gedragen. Daarom is ook geen aangifte tegen hem gedaan. Als de heer Aantjes in 1945 aan de politie naar waarheid verklaard had wat hij had gedaan, dan zou hij er, dachten wij, met een lichte straf zijn afgekomen. Nu is hij, ik heb het geciteerd in het rapport wat de heer Van der Leeuw en ik hebben opgesteld, onvolledig voor de waarheid uitgekomen. Als gevolg daarvan heeft hij in het geheel geen straf gekregen. Zijn zaak is geseponeerd, zoals u weet. En dan moet je dus helaas constateren dat iemand als hij een hoogst belangrijke en in vele ogen hoogst nuttige staatkundige carrière bouwt op het verzwijgen van ware feiten uit een zo gevoelig verleden. De kruik gaat zo lang te water tot ze barst. Dat is hier gebeurd. Maar kunt u zich voorstellen dat de heer Aantjes zelf in zo'n lange periode in de politiek deze zaken zelf als minder, het is wat moeilijk formuleren, maar minder belangrijk beschouwt dan u op dit ogenblik? Op een gegeven ogenblik kan het natuurlijk ook zijn dat je zaken wat verdringt. U legt er nu de nadruk op, u hebt een onderzoek gehouden. Dat onderzoek krijgt geweldige zwaarte door de politieke functie van de heer Aantjes. Ja, daar kunnen wij natuurlijk niets aan doen. Ik dacht dat u twee dingen moet onderscheiden. Het zijn geen halsmisdrijven waar de heer Aantjes zich aan schuldig heeft gemaakt. Het zijn geen oorlogsmisdaden. Het zijn geen misdaden tegen de menselijkheid.
Maar wanneer je toch in alle redelijkheid de vraag moet opwerpen, en dat hebben wij moeten doen op grond van de stukken, of wellicht wij bijna 20 jaar als volksvertegenwoordiger in onze Tweede Kamer en nu als politiek leider van de grootste regeringsfractie een persoon hebben gehad die niet eens meer Nederlander is. Neemt u me niet kwalijk, dat moet toch onmiddellijk aan de regering gerapporteerd worden. Dat is geen particuliere liefhebberij van de heer Van der Leeuw en mij, maar dat is, dachten wij, een onderzoek wat, gegeven de feiten die na 3 dagen aan ons bekend waren, volstrekt noodzakelijk was, dat we onmiddellijk aan de regering hebben gerapporteerd en dat, dacht ik, de betrokken ministers terecht zo hoog hebben opgenomen dat ze onmiddellijk, dat is dus in het begin van deze avond gebeurd, ons rapport met hun brief erbij, rapport wat overigens voor onze wetenschappelijke verantwoordelijkheid is opgesteld, aan de voorzitter van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal hebben voorgelegd. Maar nou zou ik me kunnen voorstellen dat in die periode nog meer mensen die een functie op dit ogenblik bekleden in Nederland, soortgelijke zaken hebben meegemaakt als de heer Aantjes. Gaat u dat onderzoeken? Ja. Hoeveel kansen zijn er dat u, nu dit gebleken is, ook andere politici op hun woorden en daden nagaat? Ons is niets gebleken wat in hetzelfde vlak valt. Niet in alle jaren dat het instituut bestaat. Kijk, u moet groot verschil maken. Er kan misschien hier of daar eens iemand in de politiek omhoog geklommen zijn, op wiens bezettingsverleden, hetzij doordat hij fout was, hetzij doordat hij te veel collaboreerde, iets aan te merken viel. Maar dat waren dan feiten die bekend waren. De kern van deze zaak is dat de belangrijke feiten die wij helaas ten nadele van meester Aantjes hebben moeten constateren, aan niemand anders bekend waren dan aan hemzelf. En hij heeft erover gezwegen. Maar hebt u dat gecontroleerd? Bent u bij zijn eigen AR-top bij CDA wezen vragen of niemand dat wist? Ik heb het vanavond gehoord uit de mond van de heer Berghuis, die partijvoorzitter was. En ik wil nog eens herhalen. Als ik lees nu op schrift wat de heer Aantjes voor verschillende media over zijn oorlogsverleden heeft gezegd. We hebben hem vanavond voor de televisie weer horen zeggen. Dat verhaal wat hij al x keren naar voren heeft gebracht. Ik ben niet gaan studeren, want ik wilde de studentenloyaliteitsverklaring niet tekenen. Hé, meneer Aantjes, u bent niet gaan studeren in september 42 en de studentenloyaliteitsverklaring speelt pas in maart 43. Overigens was dat klopt dus helemaal niet. Ik ben ervan overtuigd dat elk verhaal van de heer Aantjes op dit punt, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan, onvolledig is. En dat hij aan zijn partijtop niet het feit heeft gerapporteerd dat hij op 12 oktober 1944 in Duitse militaire dienst is gegaan. Dat is het punt waar het op aankomt. Overigens, de indruk zou kunnen worden gewekt uit uw woorden dat de verklaring die vanavond voor de televisie is getoond, dat was in het journaal, ja, door hem nu vandaag gedaan is. Dat is een oude opname die ging over het verleden van de heer Aantjes. Ja, er is eigenlijk nog één punt. U hebt het al aangeroerd wat nog enige opheldering behoeft, ja, wat mij betreft. Het zou dus kunnen zijn, zegt u, dat de heer Aantjes niet eens Nederlander is, het Nederlanderschap heeft. Hoe kan dat nooit naar buiten is gekomen, als dat al zo is? Omdat niemand ooit de documenten gevonden heeft en hij ter zake ook zelf geen verklaring heeft gedaan, waaruit blijkt dat hij in Duitse militaire dienst is gegaan. Begrijp je goed, de wet op het Nederlanderschap, ik ben geen jurist, dus ik kan de grootste onzin gaan beweren, maar ik zal mijn best doen. De wet op het Nederlanderschap houdt in dat wie, zonder verlof van de koningin, in vreemde staats- of krijgsdienst treedt, verliest daardoor automatisch het Nederlanderschap. Dat is dus een zwaarwegende mogelijkheid die voortvloeit uit die mobilisering van de heer Aantjes in het kader van de Waffen-SS op 12 oktober 1944 in Hamburg. Alleen, wij nemen aan dat hij niet met het wapen in de hand voor de Duitsers gevochten heeft. Dan zou men dus wellicht kunnen stellen, hij heeft die militaire dienstneming als actie niet voltooid. Hè, zodat misschien dat Nederlanderschap in dat geval niet verloren is. En ik moet u zeggen, laten daar de juristen van het ministerie van Justitie onder de verantwoordelijkheid van de heer De Ruiter in de komende weken het hoofd maar overbreken. Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie beschikt niet over enige juridische deskundigheid. Alleen hoop ik over iets van historische deskundigheid.
En als wij dan zo zwaarwegende feiten vinden die in het juridische vlak vallen, dan moeten die onmiddellijk, dat hebben wij gedaan, aan de bevoegde instantie worden voorgelegd. Vindt u? Ja, dames en heren, tot zover de heer De Jong in Den Haag. Hij refereerde even aan een mededeling die de heer Berghuis, oud ARP-voorzitter, heeft gedaan voor met name ook de radio. En waarin hij heeft onthuld wat hij op dat moment, 11 jaar geleden, wist van de zaken die Aantjes in de Tweede Wereldoorlog hebben betroffen. In onze studio is de heer Berghuis en aan hem graag de vraag, meneer Berghuis, wat heeft u in 1967 van de heer Aantjes geweten en van hem zelf gehoord? Het is waarschijnlijk het beste, meneer Iversen, dat ik maar het in de volgorde, zoals ik me herinner, naar voren breng. Ik kreeg, het was in de kabinetsformatieperiode van Biesheuvel in 67. En toen gingen er geruchten dat Aantjes op kandidaat minister was. Voor volkshuisvesting herinner ik. Dat gerucht ging door het land, stond waarschijnlijk ook in de kranten, van volkshuisvesting. Ja. En toen kreeg ik daarop, plotseling op een morgen, thuis bezoek van een paar heren uit Drenthe. Ik meen uit het verzet afkomstig. Zo uit de omgeving Koevoort, als ik me goed herinner. En die zeiden, wij hebben gehoord dat meneer Aantjes kans loopt minister van volkshuisvesting te worden. Maar dan willen wij u uitdrukkelijk onder het oog brengen dat wij dat moeilijk kunnen accepteren. Want, en toen deed men het verhaal, hij heeft op de een of andere wijze dienst gedaan, een relatie gehad met de Duitsers. Hij heeft de Hitlergroep gebracht. En dat soort dingen meer. Toen heb ik eerst Aantjes opgebeld, toen we hier weg waren. Want ik voelde wel aan, als Aantjes nu minister wordt, dan ontstaat er een rel. Ik heb eerst Aantjes zelf opgebeld en van het bezoek verteld. Toen heeft hij mij ook toegestemd, dat ging toen zeer kort, maar hij heeft me toegestemd dat zijn politiek verleden nog niet helemaal schoon was. Daarna heb ik de heer Biesheuvel opgebeld. Ik zeg, zus en zo, ik heb bezoek gehad, de heren hebben me dit verteld. Ik heb Aantjes zelf gevraagd. Aantjes heeft me dit en dat gezegd, kortom. Ik vind dat Aantjes op dit ogenblik in elk geval geen minister kan worden. Biesheuvel was het direct met me eens. Nou, die was toen fractieleider. Ja, nee, die was fractieleider, maar nu was kabinetsformateur. Ja. Die had de formatieopdracht van de koningin en daar was hij mee bezig. En in die kwaliteit heb ik hem opgebeld. En toen heb ik daarna, toen ik Aantjes weer ontmoette, 1 of 2 weken later, gezegd, ik wil nu graag van jou, en ik zeg, ik meen daar recht op te hebben als partijvoorzitter, precies op papier wat er met jou in die periode is gebeurd en wat je gedaan hebt. Want er zitten natuurlijk dingen in die je, en ik had er rekening mee dat jij toen een jonge vent was, maar die waarschijnlijk toch niet door de beugel komen. En Aantjes heeft mij toen een uitvoerig stuk gestuurd. Dat stuk kan ik nu niet boven water brengen. Het zit in mijn politiek archief en het ligt in de kelders van de VU. En daar kan ook niemand bij. Ik denk zelfs professor De Jong niet. Daar kan niemand bij. Maar in dat stuk heb ik dus zoveel gelezen. Ja, jongen, je hebt natuurlijk fouten gemaakt. Je hebt mis geweest wat je gedaan hebt. Maar rekening houden met je leeftijd en het feit dat je nu toch al het ministerschap misloopt. En gelet op de hele inhoud van het stuk. En daar staat dus niet in wat professor De Jong nu allemaal vertelt. Niets over de SS. Nee, over het woord SS is niet genoemd.
dan zou ik me heel erg moeten vergissen, want dan was ik veel meer geschrokken. Wel van een zekere paramilitaire organisatie in politieverband. Iets van die geest herinner ik me wel. En toen heb ik alles overwegende gezegd, ik zet een streep om. Het meesterschap dat ontgaat hem nu. Ik zet er verder een streep onder. Aantjes heeft het in zijn algemeenheid, niet wat de punten van professor de Jong betreft, maar heeft het op zichzelf, dat het verleden niet helemaal schoon was, heeft hij ook niet geheim gehad. Nee. Hij heeft het voor de televisie, ik heb het zelf gezien, voor de televisie gezegd. Ja. Het is nog herhaald van in een interview met de Haagse Post, geloof ik, is er vrij uitvoerig op ingegaan. Maar dat is dus wat ik ermee te maken heb gehad. De gegevens die nu naar voren komen zijn voor u helemaal nieuw. Die heb ik dus vanmorgen, ben ik er eerst opgebeld door een redacteur van Nieuwsblad van Noorden. Die mij meedeelde wat zij vandaag zou publiceren. Ja. Enfin, ik heb eerst, want ik wist dus verder van niks, ik heb eerst geprobeerd die man te bezweren. Ik zei, Adje, je staat er goed voor. Om het niet te doen. Maar hij zegt, ja, het is al te ver. Ja. De minister-president weet ervan. En er is een onderzoek gaande. Ik zei, ja, daar weet ik allemaal niets van. Ik heb alleen gezegd, ik wil dat u voordat u publiceert met Adje spreekt. Ja, zegt hij, ik heb het de hele morgen geprobeerd, ik kan hem niet te pakken krijgen. Ik zeg, dan zal ik hem voor u opsporen. Ik heb eerst de Tweede Kamer gebeld en via de Tweede Kamer heb ik hem, ik weet altijd Aantjes te bereiken als het moet, heb ik hem gekregen. En ik heb dus gezegd, zus en zo, dit gaat er vandaag gebeuren in het publiek. En ik zou jou in elk geval adviseren, bel die redacteur van de Nieuwsblad van Noorden. Ik heb hem zijn telefoonnummer gegeven van Groningen. En dat zal hij gedaan hebben ook. Ja. Ik heb daarna Aantjes niet weer gesproken. Nee, nou ja, ik begrijp dat het voor u en voor de ARP en het CDA een vreselijke zaak is en uiterst pijnlijk. Voor heel wat mindere verdrietige zaken voor de camera en de microfoon van hier nu gezeten, meneer Ijvers. Ja, en wat zou u, laten we zeggen, tegen uw geestverwanten willen zeggen over deze zaak? Nou, ik zou tegen mijn geestverwanten willen zeggen, want professor de Jong heeft, die zal gelijk hebben, daar kom ik niet aan. Ik vond het nogal fel, maar als het zo is, dan mag die fel zijn. Maar ik zou van mijn kant, dan als oud-voorzitter en ook vriend van Aantjes, tot de kijkers en het bijzonder tot zijn geestverwanten willen zeggen. En dan spreek ik Jezus na. Wie uw zonder zonde is, werpen de eerste steen. Meneer Berghuis, dank u zeer voor uw toelichting. Ja, dames en heren, dan hopen wij dat wij ook nog hebben kunnen maken een interview met een collega van de heer Aantjes in de Tweede Kamerfractie, de ARP-man Schakel. Ja, het nieuws is hard aangekomen. Ik reken Willem Aantjes tot mijn vrienden. En bovendien is hij mijn fractievoorzitter, in welke kwaliteit ik hem hoogelijk waardeer. En als je dan deze berichten vandaag hoort, precies deze concrete inhoud, dan doet je dat wat. Ik was wat de hoofdzaak betreft al lang op de hoogte. Maar wat mij vandaag met name geraakt heeft, dat zijn twee letters. SS. U heeft met de heer Aantjes over deze zaak gesproken in het verleden. Kijk, de zaak is voor mij al een zaak geweest direct na de oorlog. Ik was de man die hier een leidende functie had in de illegaliteit in de Alblasserwaard. En die illegaliteit die heeft dus de lijsten op moeten maken van mensen waartegen wat was. En in dat verband is dus ook de zaak van Aantjes onderzocht. Men is toen tot de conclusie gekomen dat de feiten die bekend waren en die met uitzondering van dat begrip SS eigenlijk zakelijk
dezelfde zijn als wat nu bekend is geworden, dat die feiten van die aard waren, dat mede gelet op de betrekkelijk jeugdige ouderdom van betrokkenen en verdere verzachtende omstandigheden, er geen aanleiding was om een procedure tegen Aantjes te starten. Dat wil zeggen dat er nog een procedure van zuivering, nog een procedure van berechting tegen hem zou beginnen. Zijn zaak is geseponeerd, zijn zaak is afgelegd, er is een streep onder gezet. Had hij bij die onderzoeken toen de tijd en ook bij de onderzoeken die door de AR zijn uitgevoerd deze feiten moeten melden? Aantjes heeft meerdere malen ervan doen blijken dat hij in dit opzicht een bepaalde gang gegaan was door de jaren heen. Ik bedoel nu de SS. Ja, om te beginnen, ik hoop dat in de komende uren heel duidelijk wordt wat ik daaronder heb te verstaan. Bij SS verbind ik altijd het idee van lui die naar het oostfront trekken en daar aanvallend bezig zijn. Nou, ik neem niet aan dat dat op Aantjes van toepassing is. Ik heb altijd begrepen dat de dienst die hij in Nederland zou vervullen, dat waren bewakingsdiensten bij een kamp. En ik heb altijd gedacht dat dat een wachtbataljon was. Maar onder welke vlag dat wachtbataljon opereerde, ja, dat is vandaag voor mij de pijnlijke noot in de verdere bekendmakingen. En welke consequenties verbindt u hieraan voor de heer Aantjes? Ik vind dat heel moeilijk op dit moment te stellen is. Er moet natuurlijk diepgaand intern beraad komen. Het fractiebestuur gaat zich over deze zaak met de heer Aantjes buigen. De fractie houdt er zich mee bezig. Ik neem ook aan dat de voorzitter van het CDA, de voorzitter van de Antirevolutionaire Partij, er zich mee bezig zullen houden. Die zullen in goed samenspel met de heer Aantjes moeten bezien of er consequenties getrokken moeten worden. En zo ja, welke dan? U zegt niet bij voorbaat, gelet op deze feiten moet de heer Aantjes aftreden. Dat zou op dit moment een veel te voorbarige conclusie mijnerzijds zijn. Ik begrijp zeer wel dat een voorzitter van het CDA, van de CDA-fractie, in een zeer kwetsbare positie verkeert. Ik begrijp heel goed dat Aantjes een zware gang zal gaan de komende uren en de komende dag. Maar ik ben bepaald op dit moment niet zover dat ik zeg Aantjes moet het politieke bos ingezonden worden. U komt beide uit Alblasserwaard. U komt beide uit de Calvinistisch Huis. In die tijd zijn een aantal jongens de gang gegaan die Aantjes is gegaan. Dat wil zeggen naar Duitsland, vrijwillig. Anderen zijn in het verzet gegaan. Mij komt dat oordeel niet toe om te zeggen wat goed of fout was. Ik wil wel van u weten hoe u verklaart dat de ene weg opging en de andere weg. Daar zit een stuk kerkelijk beleven achter. Er is in de Alblasserwaard, en niet alleen in de Alblasserwaard, maar zeker in de Alblasserwaard, nogal wat verschil of je opgevoed bent in de sfeer van de gewone gereformeerde kerken, hetgeen met mij het geval is, of je bent opgegroeid in de sfeer van de hervormde kerk, gereformeerde bond, en daarbij zijn daar nog bepaalde gemeenten waar dat nog heel sterke rechtse accenten krijgt, waaronder de geboorteplaats van Aantjes, Bleskensgraaf. Dat gaf een enorm verschil van instelling, juist in die tijd, met betrekking tot de bezetter. Binnen de kring waarin Aantjes groot geworden is, leefde en leeft ten dele nog een diep geworteld besef dat je alle overheden die over je gezet zijn, ook die Duitse overheid, hebt te gehoorzamen. In mijn kring is altijd de oude Calvinistische wijsheid beleefd dat je hebt het recht van opstand tegen een onrechtmatige overheid. En daar hebt u dan net het verschil of je in gehoorzaamheid buigt en gaat waar de bezetter je wil hebben, dan wel of dat je je daar met goed en bloed tegen verzet. Men moet niet veronachtzamen de enorme hersenwassende beïnvloeding jaar in jaar uit, waaraan een heel volk, waaraan met name de jonge mensen binnen ons volk waren onderworpen. En als je dan bovendien, net als Aantjes,
vanuit je religieuze overtuiging, natuurlijk met tegenzin, maar je bent de gang gegaan naar Duitsland. Maar daar zijnde, zin je op middelen om er onderuit te komen? Nou, dan kan ik mij voorstellen dat je nogal tot wat in staat bent, als je zover in het net gezwommen bent, dat je dan toch nog probeert om eruit te zwemmen. En nogmaals, ik weet niet of Aantje zich bewust is geweest dat hij exact voor de SS zich verbond. Ik kan dat nauwelijks geloven. Ik geef hem op dat onderdeel vooralsnog toch nog helemaal het voordeel van de twijfel. Zegt u nu achteraf gezien, dit wetende, had Aantjes niet de rol mogen hebben die hij nu speelt, bijvoorbeeld binnen de christelijke politiek, binnen het CDA? Ja, maar Aantjes heeft zelf in verschillende interviews weinig twijfel doen bestaan over de dingen die gebeurd zijn vanaf zijn vertrek naar Duitsland tot de bevrijdingspunt 1. In de tweede plaats, in een aantal gevallen, met name speelde dat als een ministerschap of een commissariaat van de koningin in het geding kwam. En dan zwol de stroom van beschuldigingen tegen Aantjes weer aan bij het antirevolutionaire partijbestuur en bij antirevolutionaire kamerleden op spreekbeurten. Naar aanleiding daarvan heeft Aantjes aan de partijvoorzitter een uitgebreid verslag gedaan van wat er geschied is. U legt een zekere mildheid in uw oordeel over de hele zaak. Ik begrijp dat, maar kunt u dat zelf nog enigszins toelichten? Ik moet u zeggen, ik word voor de tweede keer met de zaak geconfronteerd. Ik ben er in 1945 mee geconfronteerd. Toen ging het over een jongeman, waarvan men na onderzoek van de feiten zei, gelet op zijn jeugd, gelet op de verzachtende omstandigheden, streep eronder, hij kan het leven verder ingaan. Ik word er nu voor de tweede keer mee geconfronteerd met dezelfde zaak, dezelfde man betreffende, wellicht op een onderdeel, dat moet ik toegeven, nogal naartoe gespitst. De twee letters SS. Maar het is natuurlijk duidelijk dat het thans gaat om een in de volle publiciteit staande vertegenwoordiger van mijn politieke stroming. Het gaat niet meer alleen om een individuele jongeman uit Alblasserwaard. Het gaat om een toprepresentant van een politieke stroming in dit land. En daar is natuurlijk niet van elkaar meer te scheiden, ook niet te onderscheiden. En dat maakt het andermaal erg ernstig voor mij. Acht u het mogelijk dat achter de tips die de laatste maanden zijn binnengekomen en naar aanleiding waarvan het onderzoek is gestart, dat die tips een politieke achtergrond hadden? Ik geloof niet dat hier enige partijpolitieke veten uitgevochten wordt. Dat hou ik tegen. Ik geloof veel eer dat uit de kring van mensen, en die is er, dat was mij bekend, die op het standpunt stond dat wat er gepasseerd was met Aantjes van een dusdanige aard was dat hij niet het ambt van minister of van commissaris van de koningin mocht bekleden, die daar dan ook blijk van geven als dat wenkte, dat uit die kringen, op dit moment concrete seinen uit zijn gegaan naar het zij dokter De Jong, het zij naar de minister-president, het zij naar de minister van Justitie, dat kan